Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. Het is vandaag weer tijd om wat leveltjes te gaan pakken en ook eventjes wat dingen te gaan clearen, zoals de Merlin Trial, waar ik nu naartoe ga. Er zijn wel meerdere Merlin Trials die we nog moeten doen, maar dit is er één van, dus daar gaan we nu aan beginnen. Even kijken, zijn er Merlin... Is het duidelijk wat er gedaan moet worden? Oh ja, het is duidelijk wat er gedaan moet worden. Dan moet hier van die ballen heen komen. En ik zie hier al wat van die ballen. Of niet? Oh nee, dit zijn Ashwinder eggs. Die moet ik ook hebben, maar... Eigenlijk niet helemaal wat ik op dit moment naar zocht. Oh, hier liggen ze gewoon. Oh. Nee. Kijk, dat is de eerste pairing. Ik denk dat er meerdere moeten komen. Of is er maar één bij deze? Ah, nee. Zie je, daar moet er ook nog één komen. Maar die balls liggen daar. Zo. Nee. En dan is er vast nog ergens één. Oh, ik zie wel van die balloons. Er moet hier nog ergens van die ballen zijn. Of in ieder geval een platform waar die ballen in moeten. Teenage, okay. Ah, dit is zo mees. Interessant. De chest. Nou, dat was een mes. Ja, wat ik raar vind, we hebben dit gecleared en we hebben die daar gecleared, maar ik kan verder niks vinden. Ah, daar. Ah, oh, en de bals liggen ernaast. Hoppatee. Zo moeilijk was deze helemaal niet. Weer een gehaald. Toevallig level 27? Net niet. Sad. Oké. Er is hier nog één. Laten we die ook maar doen dan. Merlin
Nou, er zijn er nog meer. Dat is interessant. Gaan we straks kijken. Alleen even van die bals hebben. Daar is nog een bal. Nice. Lekker bezig, ging. Weer iets gefixt. Oké. Okay. Toen ik Revelio deed, zag ik een grote blauwe plaat. This looks intriguing. Het is best interessant, maar hoe kom ik er? Ah, hier. Kan ik die omhoog halen? Oh. Hey. Oh, daar is iets. Ah. Nice. Gefixt. Okay. Wij pakken graag die juices. Oeh. Hey, level up. Level 27, nota bene. Dat is goed nieuws, want we hebben gear en die hadden we toevallig nodig. Deze bijvoorbeeld. Oh, Yuki, stil. Sst. Die kan eventueel beter zijn, maar dat weten we nog niet. Wat ik wel heel even wil... Oh, we kunnen hier misschien wel eens een reward ergens hebben. Kijk. Reward, reward, reward. Hier niet. Reward. 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 Oké. Okay. Verder niet. En we hebben natuurlijk nog talent points. Nog 2 om precies te zijn. Die gebruiken we niet. Sender slam creates damaging shockwaves around your target. Oké, okay, wat is dit ook alweer?
And when I control with the Imperial Curses, order each successful strike. Dealing damage to a cursed target inflicts damage to all cursed targets. Het is allemaal, dat is het allemaal nog niet. Core. Die is wel goed. Zo, laten we dit even doen. Ah, die had ik moeten doen. Die had ik moeten doen. Nou, voor het volgende level. Collections, hoe gaat... Oh ja, die zijn even op dit moment even niet zo interessant. We hebben nieuwe wand dingen. Top. Topping. Zo, hotse vlot. Dit gaat weer goed. Laten we eens even kijken wat we nu kunnen doen. Die kunnen we verpakken, want die zijn, is toch in de buurt. Oh. Murdlap tentakels. Nice. Oh. Die pakken we ook wel. Die zitten hier veel. Oké. We zijn hier heel dichtbij. Laten we daar naartoe gaan. Oh. Nou. Serieus? Ja. Oké. Dit stop. Wat we kunnen doen, we kunnen even naar... Oh, sowieso eerst naar die en daarna gaan we door naar dit gedeelte. Daar hebben we sowieso nog een demiguys ding te vinden, dus dat is sowieso top. Maar eerst die kant op. Nu mogen we weer confringoen. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Nou, dit was een makkelijke. Het mag ook een keer makkelijk, dat is geen probleem. Daar gaan we naartoe. Naar het onbekende. No. If the bird is calling, I wouldn't say it's a good sign, not at all. Okay. Ik ben nog niet zoveel bijzonder. Ah, dit is op zich wel handig. Dat we die meteen even doen. Ah, dit is weer met mijn grote vrienden. Mijn vlindertjes. Oké. Lumos. Kut. Oké. Maar waar zitten mijn grote vrienden? Oh, hier zitten nog meer grote vrienden. Of kleine vrienden zijn het eigenlijk, hè? Yo! En dan moeten we andere vlindertjes nog vinden. En dan is dit stukje alweer klaar. Zo makkelijk is het allemaal, jongens. Het
enige wat we moeten doen is het vinden van de vlinders. Oh, hier. Vlinders. Oh, die was al geweest. Zo. Dat staat. Zettel. Weer een gecomplete. Top. Demigods zou je binnen moeten zetten. Nou, daar zeggen we geen nee tegen. Nice. Laten we eerst eens het nacht maken, zodat we de Demigods ook kunnen vinden. Ah, dit stond gewoon hier. Oké, top. Waar is het blaadje? Oh, daar. Nog een lock die ik moet unlocken. Top. Hey, een legendary. Daar ook van. Oké, nice. I'd be terribly grateful if you could help me and my friend with a time-sensitive delivery. Wat moet er gebeuren? Even kijken. Revelio. I wonder. Ah, die was eigenlijk nodig om hier bovenop te kunnen komen, dus dat is het niet. Hello, might you have time to help with an urgent delivery? Even het vlammetje oogsten. Ja, nice. Not sure how I'd fare in a little place like this.
Ah. Dit is interessant, eventueel. Fairy cap. Dus echt qua ding niks te zien, hè? Oh, daar ligt een Wingerwild potion, lol. Ja, ik sta hier echt een beetje perplex. Wat te doen, wat te doen. Terribly grateful if you could help me and my friend with a time-sensitive delivery. Revelio. Er is echt gewoon helemaal daar. Oeh, goed dat ik nog even keek. Een gat. Oké, dat betekent dat waarschijnlijk bovenaan die berg iets moet liggen. Kijk. Oh. Nou, rol. Kijk, uiteindelijk kom je er wel achter, maar dat duurt altijd even. Ik weet niet hoeveel Demiguise Orbs we nu eigenlijk in onze inventory hebben. Even spieken. Inventory. 9, nog 4 en dan hebben we genoeg om Alohomora 3 te leren. Die pakken we nog even mee en dat is dan het einde van deze aflevering. Als we de sterrenkijker hebben gedaan. Knowing the meat is likely studied her. Zo moet die. Corvus. Anubis is er niks bij. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie je graag bij de volgende aflevering van Hogwarts Legacy. Adios, amigos.